Lieve vrouw, natuurlijk gun ik het je van harte dat jij nooit onzeker bent. Maar als jij een beetje op mij lijkt en ik denk op het gros van de creatieve vrouwelijke ondernemers, dan zijn er absoluut momenten dat je wel onzeker bent. Dit filmpje is dan speciaal voor jou. Ik wil jou graag vandaag een hart onder de riem steken, omdat dat misschien wel net is wat jij nodig hebt vandaag. Ik ben Elze Schadelee en ik ben natuurlijk de eigenaresse van Confetti Collective, dat weten jullie allemaal. Maar daarnaast ben ik ook fotograaf. En ik ben niet alleen fotograaf, ik heb daarnaast ook nog een ander bedrijf opgericht, Dusty Blue. En ik ben momenteel bezig om te kijken hoe ik andere ondernemers persoonlijk ook nog verder kan helpen. Dat is best wel veel in het afgelopen jaar en dat was voor mij ook best wel een heel proces. Ik heb vrij vaak samen met Reiza aan de telefoon gezeten en dat ik het gewoon niet meer wist. Dat ik niet wist wat nou precies die talenten van mij waren, hoe ik ze het beste in kon zetten. Dat ik onzeker was door alles wat ik om me heen zag gebeuren en door alle talenten van andere vrouwen. En dat ik dacht, oh help, doe ik het wel goed? Zit ik wel op de juiste weg? Maar het mooie is dat door zo'n proces, door soms vragen te stellen aan jezelf, door soms te twijfelen aan jezelf, door soms gewoon eventjes het niet meer te weten, daardoor ga je juist nadenken over dat wat, waar jij nou goed in bent. Over dat wat jou drijft om te doen wat je doet. En ik denk dat dat een van de mooiste dingen is. Het is zo fijn als het je lukt om weer even terug naar de basis te gaan. Om terug te gaan naar dat waarom je eigenlijk begonnen bent. En dat is echt wat ik vandaag aan je mee wil geven. Ik wil in de blogpost die hierbij hoort, heb ik een aantal vragen aan je gesteld. En ik hoop dat je die ook aan jezelf gaat stellen. Ga terug naar de basis. Ga terug naar wie jij bent en waarom je hebt gedaan wat je deed. Waarom ben jij begonnen met dit vak? Waarom ben jij begonnen met andere mensen te helpen door middel van jouw bedrijf? En ik hoop echt dat dit soort vragen jou gaan helpen om te focussen, om je unieke waarde te gaan vinden. Want als jij je unieke waarde kan vinden, dan kan je ook gaan staan voor wie je bent. En als jij gaat staan voor wie je bent, dan ben je aantrekkelijk, dan ben je fijn, dan ben je fijn om te volgen. Dan worden mensen weer geïnspireerd omdat je oprecht bent, omdat je eerlijk bent, omdat je omdat het gewoon klopt. Dat wat jij doet, dat klopt met wie je bent. En ik denk dat dat een van de allermooiste dingen is van ondernemen. We kunnen allemaal iets doen wat echt bij ons past. We kunnen allemaal iets doen wat klopt met wie we zijn. En de processen daar naartoe zijn soms super eng. Ik zit er zelf middenin of ik ben denk ik een beetje aan het eind. Maar de processen om hier te komen waren echt niet altijd fijn. Die gingen soms gepaard met tranen. Die gingen soms gepaard met hele grote vraagstukken. Maar dat mag er zijn. Ik denk als echte onderneemster is het juist zo sterk als je dit kan toelaten. Laat die emoties toe, laat die vraagstukken toe, laat die dingen toe waardoor jij kan gaan groeien. Want als jij gaat groeien en als jij het allerbeste uit jezelf gaat halen, dan weet ik zeker dat jij een bedrijf gaat krijgen waar je dolgelukkig van wordt en waar jij je talenten echt kan gaan inzetten zoals ze bedoeld zijn. Lieve vrouw, ik gun het je echt. En ik hoop dat je heel veel hebt aan de blogpost van vandaag. Liefs.